Wasbare luiers worden de laatste tijd steeds populairder en we krijgen hier ook heel veel vragen over. Hoe werkt het nou precies? Wat doe je met de poep? Hoe moet dat onderweg? En in deze video gaan we hier proberen antwoord op te geven. Hoe werkt het? Nou, je hebt eerst een laagje om het vocht tegen te houden. Het is vaak van pil gemaakt, daardoor worden de kleertjes niet nat. Dan zit er een laag om de urine op te nemen. En daarbovenop zit vaak een vlieslaagje om de billetjes droog te houden. En daarbovenop kan je nog kiezen voor een inlegvel om de poep op te vangen. Er zijn veel verschillende soorten wasbare luiers, maar deze twee soorten zijn het populairst. Een pocketluier is eigenlijk al kant en klaar. Je hebt het waterafstotende laagje, daar zit het vlieslaagje aan vast en aan de binnenkant. Daar zit het vochtopnemende gedeelte. Nou, je kan er dus weer zo'n inlegvel overheen leggen. En dit is eigenlijk heel makkelijk. Zeker als je kindje bij gaat logeren of als iemand gaat oppassen. Het is heel makkelijk uit te leggen, want het lijkt heel erg op een wegwerpluier. Je hebt ook de tweedelige. Dat is eigenlijk los van elkaar. Kijk, hier zit alles los. Dus je hebt het waterafstotende gedeelte is los, dan heb je het vochtopnemende gedeelte is los en de vlieslaag is los. Wat zijn nou de voor- en de nadelen van deze? Deze luier is dus makkelijk, maar moet vaak wel wat vaker verschoond en redt het ook niet een hele nacht. Deze luier is ietsje ingewikkelder, maar er kan wel wat langer mee. Dus dan hoef je iets minder vaak te verschonen en je baby kan ook de hele nacht hierin slapen. Hoe doe je zo'n wasbare luier nou om? Nou, wat eigenlijk het grootste verschil is, is dat hij bij wasbaar best wel laag op de heupjes gaat. Bij wegwerp trekken we hem natuurlijk naar boven. Verder is het belangrijk dat als je de luier omdoet, dat de randjes goed naar binnen in de liesjes zitten. Nou, vervolgens trek je dit gewoon zo een beetje omhoog, zet je het vast. Dit is drukknoopjes, maar je hebt ook klittenband. En je baby heeft een luier om. Bij tweedelig werkt het natuurlijk ietsje anders. Wat dan belangrijk is, dan doe je eerst de luier om. Voorgevormd in dit geval. En daarna doe je het overbroekje eromheen. En dan nu de hamvraag. Wat doe je met de poep? Als je baby gepoept heeft, doe je de luier uit. En dan ligt er poep in je inlegvel. Wat daar nu zo handig aan is, je kan dat inlegvel gewoon bij elkaar pakken. En die gooi je zo in de prullenbak. Spoel ze niet door de wc, dat staat er soms wel op, maar dat verstopt echt je leidingen. En als er alleen geplast is, dan kan je ze gewoon meewassen en nog een keer gebruiken. Wat doe je met de vieze luiers? Nou, mijn moeder vertelde dat ze vroeger in emmers met water moest bewaren. Nou, dat werd natuurlijk een hele vieze boel. Dus tegenwoordig is het advies om ze droog te bewaren, wel in een afgesloten emmer tegen de stank. En je wast ze ongeveer om de 2 à 3 dagen. Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel luiers je hebt en wat je zelf prettig vindt. Je bent natuurlijk ook wel eens onderweg met je baby, maar neem je dan die vieze luiers weer mee naar huis. Nou, daar heb je deze handige waterdichte zakjes voor, dat heet een wetbag. Daar stop je gewoon de luier in, je doet hem dicht en je neemt hem mee. Wasbare luiers moet je natuurlijk ook wassen. Nou, hoe doe je dat? Je stopt ze in de wasmachine, je draait eerst een voorwas met een beetje wasmiddel en je zorgt dat je centrifugeert, want dan is alvast het ergste vuil eruit. Daarna kies je een lang programma op 40 of 60 graden. Wij raden bij poep en bij ziekte toch wel echt aan om op 60 graden te wassen. Zorg ervoor dat je voldoende wasmiddel gebruikt. Het advies is wel eens om minder wasmiddel te gebruiken, omdat het zeepresten kan achterlaten in de luier en dat de billetjes kan irriteren. Maar het is wel echt hele vuile was, dus het is ook wel belangrijk dat je daarnaar doseert. Mocht je je toch zorgen maken om dat zeepresidu of dat de luiers een beetje zeepig aanvoelen, spoel dan gewoon een keertje extra na. Vieze luiers kunnen natuurlijk ook hele vieze vlekken bevatten, maar in principe als je ze goed hebt gewassen, kunnen die vlekken geen kwaad. Gebruik geen agressieve vlekverwijderaars, want dat kan de vezel van je luier aantasten en dat is natuurlijk zonde, want dan gaan ze minder lang mee. Maar ja, wil je ze toch echt kwijt, dan is mijn advies, hang ze in de zon. Dat werkt ook als je ze achter het raam hangt en dat bleekt echt zo de vlekken eruit. Voor meer informatie over wasbare luiers of andere babydingen kan je op onze website kijken. En heb je nog vragen? Stel ze dan gerust onder deze video.